Goedemiddag, je kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl en we gaan uiteraard uitgebreid in op het weer dit weekend. Maar ik begin bij dit moment. Op de satellietfoto van vanmiddag half twee zien we nog veel bewolking boven het westen, noordwesten en noorden van het land. Terwijl in het zuidoosten de zon al aardig scheen. En die opklaringen die breiden zich later in de middag over het hele land uit, behalve over het uiterste noorden. En daardoor hadden we daar ook lage temperaturen. Halverwege de middag lag het maximum langs het, uh, de noordkust van Friesland rond 2 à 3 graden. Terwijl het in Brabant en in de achthoek al 7 graden was. En daar scheen de zon volop. Maar als we dan naar de modelkaarten kijken, dan zien we dat we te maken hebben met uh, een situatie waar een lage drukgebied boven het kanaal ligt. Er ligt een lage drukgebied ook boven Scandinavië, Die veroorzaakt voor veel sneeuwval in Finland en Zweden. En er ligt nog een derde lage drukgebied ver op de oceaan. Nou, ons weer wordt bepaald door die lage drukgebieden. Die hebben allemaal min of meer deze koers. Scheren dus onder Nederland langs. En daardoor gaat bij ons de wind uit het noordoosten tot oosten waaien. Koudere lucht komt aan onze kant op. En de grote vraag, vooral zondag, is dan ook wat voor neerslag gaat er vallen. Het wordt wisselvallig, maar is dat regen en motregen? Of wordt het ook natte sneeuw? Of misschien op een enkele plek zelfs sneeuw? Als ik de bombeweging zet, dan zien we dat we vanavond en vannacht in ieder geval nog geen neerslag hoeven te verwachten. Zaterdag komt dat lage drukgebied over Frankrijk, ook dan lange tijd droog. Pas in de avond in Limburg wat regen, en dan de nacht naar zondag neemt de kans op neerslag toe. En hoe het dan uiteindelijk gaat worden, ja, dat weten we natuurlijk vooral op zondag. Maar in ieder geval de grote lijnen in de weerkaart zijn duidelijk. In de loop van zondag krijgen we te maken met een koudere wind. Van echt winterweer is geen sprake, maar een beetje winters mogen we het wel noemen. Dat geldt trouwens ook voor de komende nacht. Vanavond al temperaturen dicht bij het vriespunt, de opklaringen blijven aanwezig, er komt geen nieuwe bewolking aan, dus vrij heldere omstandigheden. De kans op mist is ook in de avonduren klein. In de nacht kan er wel wat mist ontstaan, vooral in het noorden van het land, elders een beetje nevelig en dan daalt het kwik naar zo'n 0 tot min 3, lokaal min 4 graden. De meeste plaatsen zijn de wegen droog, dus de kans op gladheid is klein. Maar daar waar het nevelig of mistig is, kan het toch plaatselijk glad worden. Dus blijf opletten komende nacht. Nou, die lage temperaturen zorgen morgen uiteraard voor een koude start van de dag. Daarna hebben we van tijd tot tijd zon. Alleen in het noordoosten blijft de bewolking hardnekkig aanwezig. De mist lost daar langzaam op en uiteindelijk wordt het daar 3 of 4 graden. In de rest van het land wordt het zo'n 5 tot 7 graden. En dan morgen in de loop van de middag neemt in het zuiden de bewolking toe. Dan scheert dat lage drukgebied over het noorden van Frankrijk. En die bewolking die levert in de avonduren vooral in Limburg wat lichte regen op. Geen grote hoeveelheden. En kijken we dan naar zondag. Dan zien we dat het regengebied vanuit het zuiden zich langzaam verder over het land uitbreidt. Met name het zuiden, midden en oosten krijgen er mee te maken. En met temperaturen in de nacht na zondag die rond het vriespunt liggen kan er misschien ook wat natte sneeuw vallen. Heel misschien wordt het op een enkele plek wit... maar dat is dan wel de natte sneeuw variant daarvan. Dus echte sneeuwpret verwacht ik niet. In de loop van de zondag loopt de temperatuur op... naar zo'n 3 à 4 graden in het oosten... 5 à 6 graden in de rest van het land. Dus eventuele sneeuw gaat dan overal verdwijnen. De wind waait uit het noordoosten. Het wordt daardoor een koude Valentijnsdag. Want ondanks de 5 graden... zal het aanvoelen als rond het vriespunt. Maandag een noordenwind... Steeds te maken met buien, die kunnen nog winters zijn, maar de zon die breekt ook weer vaker door, vooral in de middag. Temperaturen dan 4 tot 6 graden. En de dinsdag belooft een heerlijke dag te worden. De wind neemt dan af, de zon gaat flink schijnen en blijft overal droog. Temperaturen daarbij rond de 6 graden, maar in de zon voel je alweer dat die echt krachtiger aan het worden is. En dan de langere termijn, na nou, de eerste dagen, dus rond de 5 graden. Smiddags de nachten die worden geleidelijk wat kouder, dat zien we hier. Dan zitten ze onder de 0 graden lijn. Maar op langere termijn zien we dat na het kleine dipje de temperatuur weer duidelijk omhoog gaat. Dus zoals gezegd, van een echte winterinval is geen sprake. Maar een klein beetje winters is het de komende dagen wel. Ik wens u een heel goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.